Blinden en slechtzienden in Den Haag durven 's avonds laat niet meer over straat, omdat de verkeerslichten geen tikkend geluid geven. Voor de volledig blinde Leo Dijk is het daardoor ook een probleem om 's ochtends vroeg naar zijn werk te gaan. Ik ga op tijd naar mijn werk, nog wel eens, zelfs voor 7. Dan loop ik hier, dan hoor ik niet eens precies goed waar het stoplicht is, hè, want je hoort hem niet. Dus vinden is moeilijker. Nou, en als je dan per ongeluk al een beetje op de weg staat, ben je een gevaar voor jezelf en voor anderen. Maar ja, we gaan nu weer de herfstperiode bijvoorbeeld tegemoet, met harde wind en veel regen. Dan is dat voor je oriëntatie niet te doen. Michel Rogier van het CDA heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur. Dat moet onderzoeken of de zogenaamde rateltikkers langer aan kunnen staan. Nou, we hebben gevraagd, wilt u stadsbestuur, wilt u eens kijken naar de tijden waarop die ratelaars waarop slechtzienden zich oriënteren. Of de tijden dat die dingen uitgaan, om daar eens naar te gaan kijken. In overleg met een stichting zoals Vooral. En er zijn wat meer belangenverenigingen natuurlijk. Ga eens kijken wat we daaraan kunnen gaan doen. Dat vinden we belangrijk. Dat is één ding wat we gevraagd hebben. Het andere wat wij gevraagd hebben is van, goh, gemeente Den Haag, is het nu niet mogelijk om dat slechtziende van tevoren een route kunnen uitstippelen. Om te kijken van, hey, ik moet van A naar B. Hoe kan ik dat het makkelijkste doen? Daarbij kun je allerlei zaken integreren. Daar kun je de tram mee integreren. Je kan integreren waar de ratelaars staan voor de oversteekpunten. Zodat men van tevoren een route kan uitstippelen. Gisteravond om 10:30 was ik hier. En toen waaide het harder dan nu. En dan hoor je die stoplichten. Ze doen het niet. Maar je hoort het ook niet meer omdat er alleen maar wind in je oren zit. Dus als je dan naast de paal staat, kun je het nog wel een beetje horen en kun je tenminste veilig oversteken. Nou zijn er ook natuurlijk zorgen bij bewoners die helemaal niet willen dat zo'n rateltikker 's nachts nog te horen is. Ja, dat klopt. Er is de afgelopen jaren ook goed naar geluisterd. Vroeger hadden we ratelaars die maar op één niveau ratelden. En dat was dat je ze 3 straten verderop al hoorde. Dat hebben we gelukkig kunnen ondervangen. Hè. We hebben daar zit nu in overeenstemming met omwonenden en met belangenverenigingen. Worden ratelaars qua volume worden die afgesteld. Ja, kijk nu eens naar dit kruispunt. Daar woont eigenlijk niemand. Dus waarom zullen we daar dan nog de ratelaars 's avonds uit moeten zetten?